stolz sind. Heute sind wir hier im Bahn Kunstforum. Ja. Sind wir alle da? Ja. Ich glaube ja. Eins, drei, vier. Ook heel leuk dat je betrokken werd bij de onthulling. Ja, maar dat wist ik ook niet dat ging gebeuren. Dus Herman Veen die trok mij mee ineens. En nou ja, prima, leuk. Ja. Dus ik hoop dat het niet alleen door de Kamer, maar vereeuwigd is door dat ik in de plaatselijke krant misschien nog te zien ben ofzo. Mag ik beginnen u van harte te feliciteren met deze overzichtstentoonstelling 65 jaar Herman van Veen. Wat betekent dat voor u? Nou, ik moet zeggen dat ik het aanvankelijk dacht ik gaan we doen. Maar naarmate we aan het werk gingen, raakte ik er toch wel een beetje door van slag. Omdat het zoveel herinneringen oproept dat ik niet altijd wist hoe ermee om te gaan. Want waar ik ook kijk, zie ik iets van ons, van ons leven. En dat is heel ontroerend soms en ook heel nuchter en soms ook heel ontluisterend. Omdat je alle facetten laat zien. Wat gelukt is, niet gelukt is. Wat mooi is, wat merkwaardig is, wat vreemd is. Wat wonderlijk is, wat duidelijk is. En je ziet gewoon het werk van iemand waar je vooral aan af kunt zien de passie. Je ziet aan alles wat hier hangt en staat een geweldige fascinatie voor, ja, laat ik het maar noemen zoals het is, het leven. Het lijkt wel alsof ik de dingen die ik zie wil bewaren. En weet dat je dat net als sneeuw niet kunt. Maar je mag het is legitiem het te proberen. Het geeft dus een geweldig helder inzicht over de gangen die we fascinerend vinden. U heeft ervoor gekozen om vanavond het borstbeeld te onthullen, wat Jelle Geersma voor u gemaakt heeft. Waarom wilde u dat? Nou, omdat ik had het, toen ik hoorde dat hij dat had gemaakt, wilde ik eigenlijk laten zien met dat borstbeeld wat de bedoeling eigenlijk van deze hele tentoonstelling is. Dat is eigenlijk de spiegeling. Wat ik begrepen heb is dat het thema van deze expositie is ook een beetje dat Herman van Veen, dat is ook een beetje een spiegel van zichzelf, zeg maar, alles wat hier te zien is. En hij heeft het gewoon heel erg letterlijk uitgebeeld met mijn beeld. Het is een soort reflectie, niet alleen van mij, maar voor iedereen die het ziet. En dat rozenblaadje, dat is een heeft hij wel, overigens, dat heeft hij zelf gedaan. Heeft hij wel toestemming overgevraagd aan mij. Maar, en ik vond het goed, maar dat is een beetje zijn handelsmerk van de afgelopen show van hem. Dus dat is ook op dat affiche te zien en dat hoort bij de show. Dus in die zin is daar een mooi brug naar wat hij nu doet. Ik zag dat hoofd in de spiegel kijken en ik hoopte dat hij het goed zou vinden dat ik een rozenblaadje op zijn neus zou plakken. Want anders werd het mij te realistisch, dan werd het mij te hermetisch. Benauwt u dat? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik vind een borstbeeld, er zijn er een paar. Dat geeft ook een soort eindigheid aan. Dat is een andere manier van bewaren. Dus ik heb dat geprobeerd luchtig te maken, zodat ik er ook mee kan omgaan. Laat ik maar zeggen, je wilt liever niet bij je eigen begrafenis zijn. Hè? Het is een beeld van een ernstige, zeer geconcentreerde meneer. Dus hij heeft mijn rust, heeft hij wel geraakt. Maar het is wel een hele, hij heeft wel een hele ernstige kant van mij
gevangen. En dat vind ik, ja, dat vind ik realistisch, laat ik het zo zeggen. Dat doet me wel wat. Het is geen clown. Er is gewoon iets uit een struik gewaaid en blijven kleven. En ja, dat maakt het voor mij licht. Bent u blij met het beeld? Ja, want ik, vooral omdat het hier als hoofdstuk staat. Hè, hiermee kom je binnen. Met dat verschil dat als je hier binnenkomt, dat er niet iets van steen is, maar van gedachten. En zijn kop is hermetisch. Is voor hopelijk net als wat hier hangt voor altijd. En ik vind ook, hij lijkt wel een beetje op mij. Dus het is met wat fantasie is het bijna een zelfportret. U weet denk ik heel goed te verwoorden hoe het is om trots te zijn op kinderen die ook kunstzinnig en creatief doende zijn. Hè? U weet hoe dat voelt? Ja, kijk, ik heb natuurlijk mijn ouders een leven lang meegemaakt. En ik heb zelf kinderen 4. En ik heb 2 kleinkinderen, dus ik weet heel goed. Ja, daar heb ik geen woorden voor. Als mijn dochters zingen, dan hou ik het niet meer droog. Als mijn kleinzoon voetbalt, dan, vind ik het Nederlands elftal ook nog leuk. Maar dat kan daar niet tegenop. Dat is fantastisch. Ik ga even iets met u delen. Ik loop ook over van trots, want deze beeldhouwer is mijn zoon. Is het? Oh, wat leuk. Nou, gefeliciteerd met hem. En dank u wel voor dit gesprek. Bedankt. Dat is leuk. Dat is je vader.